Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Niels die heeft vanochtend weer een test gedaan. Die is negatief. Die zie je hier ergens in het scherm. En ik ben gisteravond eigenlijk de hele tijd bezig geweest met editen. Ik heb best wel veel te editen. Ik ben van bijna 2 uur filmmateriaal ben ik naar 1,5 uur gegaan. Na 1,5 uur 27 minuten. Dus ik heb best wel veel geëdit. En verder heb ik niet zoveel gedaan gisteren meer met huishouden. Dus dat moet ik vandaag allemaal doen. Ik moet dadelijk ook nog naar de winkel, dus ik moet daar ook de kindjes aankleden. Jordi en Liam hebben al een fles gehad. En ik ben nu Sammy aan het doen. En ja, ik ben even kijken hoe het verder loopt. Maar voor nu eventjes hem een fles geven. Daarna ik zelf mijn eigen aankleden, kindjesvrouwkleding aantrekken. En dan eventjes op pad. Hoe weet ik nou dat Liam echt van Niels is? Hoe nieuwsgierig kun je zijn? Dit zou Niels dus ook doen. Hallo! Klaar? Dicht doen? Goed zo. En hier komen. Hier komen. Hier komen. Kak, 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 kak. Je hebt nog niks gedaan. Die andere twee die zijn Boomba aan het kijken. Jordi heeft zijn buikpijn. Dus die is chagrijnig. Kom eens hier. Kleine schimmel. Boom. We zijn even naar de winkel geweest. Ik heb boodschappen gedaan voor 3 dagen. Dus ik hoef 3 dagen de deur. Of ja, 2 dagen de deur niet meer uit. Want ik ben vandaag al weg geweest. En ja. Gewoon rustig aan doen. Ik ga daar ook wel wat dingen in mijn huishouden doen hoor. Maar ja. Hé, hey, schuimert. Er wordt op me gevallen hier. Doe je pet op. Ik ben het geweld door de gemeente. We hadden een aanvraag gedaan voor het WMO voor een aangepaste aankleedkussen. Speciale buggy en een speciale autostoel. En in principe zijn ze allemaal, alle 3, toegekend. Yes. Gelukkig. Want de duowagen die we hebben, die gaat maar tot 16 kilo per kind. Jordi is al de 16 kilo gepasseerd, dus ja. Hè? Die past daar niet lang meer in. En de aankleedkussen. Een hoog-laag aankleed gebeuren is ook voor ons toegekend. Dat betekent dat we hem kunnen gaan leren dat hij erop moet stappen. En dat we hem... Oh, stom ding. Liam die heeft straf en die had dat ding had hij in de buurt. Wacht even, even uitzetten. Oké. In ieder geval, het is allemaal toegekend. De hoog-laag aankleed gebeuren is toegekend, zodat wij hem erop kunnen laten stappen. En qua zwaarte, ja, niet continu erop hoeven te tillen. Bovendien, de autostoel is in principe toegekend. Ze moeten even kijken wat er bij welzorg in het pakket zit. En dan ja, weten we meer. Maar ik ben gelukkig, heel gelukkig. Dat we daar wat zekerheid over hebben. En dat gaat ook wel wat rust brengen. Een speciale buggy. En sowieso die aankleedkussen. Want qua spoelen zitten we nu ook continu. Hij zit met zijn hoofd continu tegen dat ding aan. En... Maar ja, die procedure wordt nu in gang gezet. En als daar meer nieuws over bekend is, laten we het jullie weten.
Lukt het? Afblijven. Had je even met papa gezwommen, Liam? Nou, zo doet de waaier het niet, hè? Wat ga jij doen? Mama. Wat is er met mama? Ga je weer aan de slag met dat ding? Papa. Laat Jordi maar zien hoe het moet. Niet dat het hem ene biet interesseert, maar hè. Boom. En papa gaat zo tanden poetsen, want het is al bijna bedtijd voor jullie. 7:30. Ho, daar gaan we. Ja, hoe red je eigen eruit? Goed zo. Dat was even schrikken, hè? Nou, het is hier ineens stil, hè, papa? Mm-hmm. Want iedereen heeft hier een plaats. Lekker even rustig. En dan gaat dadelijk iedereen lekker naar bed. Tandjes zijn gepoetst. Ze zijn allemaal eventjes Jordi wel drinken. Jordi, drink je flesjes. Daar zitten medicijntjes in. Dus die is je ook aan het drinken. Liam is lekker aan het drinken. Nou, als we daar ook nog eens lekker rustig gaan slapen, dan zijn papa en mama heel blij. Want mama moet dadelijk je poetsen, want morgen komt de fysio weer. Papa lag net even met Jordi. Toen ging papa weg bij Jordi. En toen begon Jordi te huilen. En nu ligt hij bij mama. Hij is hartstikke moe, maar hij wil niet slapen. En ik neur hier bij hem, dan wordt hij rustig van. Dat heeft hij al vanaf zijn geboorte. Nog een keer? Ik neur hier bij hem, want daar wordt hij rustig van. Dan voelt hij de trilling, voelt hij van mijn keel, voelt hij hier. En hij voelt de trilling ook hier, dus het geluid komt dan enigszins goed binnen. Dus vandaar dat ik dat doe. En dan wordt hij helemaal zen van. En ondertussen hou ik hem een beetje met druk vast. En ben ik ondertussen zijn buik aan het aaien. Voor de rust. Zo. Een hele goede morgen. Zeg maar goedemorgen. Jordi is hier een flesje aan het drinken. Sammetje slaapt nog, maar die ga ik zo dadelijk toch wakker maken. Want we hebben toch een bepaald ritme die we willen. En Liam heeft zijn flesje al gehad. En Jordi krijgt hem nu. En doe mama altijd eventjes bij hem zitten, zolang het kan. Want ja, als ik Sam heb natuurlijk, dan is dat anders. En als ik Sam heb gedaan, dan ga ik eventjes zorgen dat Jordi en de kindjes aangekleed zijn. En mezelf natuurlijk even wat aandoen. En dan is het alweer tijd dat de fysio dadelijk komt. Jordi is vanochtend enigszins vrolijk. Niet jezelf pijn gaan doen, hè. Jordi is vandaag enigszins vrolijk. We gaan zien hoe het schip strandt en hoe het loopt en hoe het is en gaat en doet. Gisteravond hebben we hem wel weer moeten helpen, want hij wilde niet eerder gaan slapen. Dat is de situatie nu. En vanochtend heeft hij nog niet gepoept, dus ik denk dat het steeds slechter wordt nu. Normaal heeft hij wel iets in zijn luier zitten, maar dat is nu niet het geval. Maar ja, we gaan het gewoon zien over de hele dag. Hé Liam, heb jij nog iets te vertellen tegen de mensen? Nee, hij heeft niks te vertellen. Als ik hem daar uitzet, begint hij ineens. Let maar op. We zijn aan het wachten op de fysio. En Jordi wil een rondje lopen. Ja, nee.
Stappen. Kom deze kant op, Jordi. Ja, Jordi wil niet luisteren. Kom maar. Jordi, kom maar. Liam, afblijven. Goed zo. Ja, goed opgelost. Ja. Goed zo. Ik moet het toch af en toe een keer doen, hè. En Niels heeft vanochtend weer een test gedaan. Dat was weer negatief. Dus dat is positief. En nu zijn we aan het wachten op de fysio. Dus ja, moet ook wel eens gebeuren. Hij heeft hem zelf weer gepakt. Kijk uit, Liam. Goed zo. Liam, nee. Liam, nee. Ik heb eventjes de dingen opengemaakt, want er was zo verdrietig dat Jordi wegging. Ik heb hem normaal altijd dicht, maar ja, madame zit in de bench, dus die loopt nu rond hier. Dus ik heb geen geblaf en alles, dus dat is fijn. Ik heb ook net de tijd doorgekregen dat Jordi volgende week dinsdag in het ziekenhuis moet zijn. Dat is om 12 uur. Dus de kans zit erin dat hij daar gewoon een nachtje op moet blijven. En dan gaat papa doen dat mama hier kan blijven. Want de volgende dag gaat deze grote vent voor het eerst naar de kinderdagverblijf. Of in ieder geval een dreumes arrangement. Daar gaat hij heen. En dan gaat hij 3 uurtjes daarheen. En wij vinden wel dat dat gewoon door moet gaan. Dus ja, dat gaat dan gebeuren. En ja, dat ga ik dan doen. Dus dan moeten we even opsplitsen. Maar ja, beter dat Jordi geholpen wordt en dat het allemaal goed is. Als dat we half werk hebben natuurlijk. Maar ja, dat is een nachtje zonder papa en Jordi in huis. Maar ja, het zij zo. Jordi heeft net zijn fruitje op. Liam is nog even fruitje aan het eten. Sam die wou gaan slapen en geen fruit. Dus die slaan we vandaag over met fruit. En die laat hem gewoon slapen. Totdat hij wakker wordt, krijgt hij een flesje. Dus op zich op dit moment nog niet zo ram. Hij is ook een beetje aan het snotteren. Dus ja, ik snap het als hij daar geen behoefte aan heeft. En dat hij gewoon lekker even wil slapen. Dus laat hem lekker maar slapen. En Liam gaat nog heel even zijn fruitje verder opeten. En dan is het ook tijd voor Liam om even wat te drinken en alles. Want Jordi heeft het allemaal al gehad. Dat is een snelle vent, hè. Nee, ik maal op dit moment Jordi zijn eten zo erg. Dat zijn darmen er eigenlijk niks voor hoeven te doen. Omdat, dat is voor hem, voor zijn poeperij, is dat gewoon iets beter, momenteel. Nou ja, dat dus. Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ook zijn avondeten maar lekker zijn brood niet. Maar ze krijgen vandaag poffertjes, want ik had poffertjes gisteren meegebracht. En die gaan ze vandaag lekker smullen. Ik had gisteren poffertjes meegebracht, zoals ik al eerder vertelde. Liam die zit er lekker te smullen. En Jordi, die heeft nog in zijn mond zitten. En dan doe ik dadelijk elke keer eentje op het bordje leggen. Lekker hè Jordi? Ja, eerst je mondje leeg eten. Hier, en lekker smullen dat hij doet. Och, jongens toch. Die gaan erin hoor.
genieten toch als ze zo lekker zitten te snoepen. En Jordi die heeft nu een ongeluk in de tunnel. Dat moet zo en zo. Toen vind ik het best lastig. Om te wijzen ergens. Kan ook zo in zijn neus pulken. Wacht. Kan ik ook nog. Maar Liam heeft zijn bordje al bijna leeg. Dus ik denk dat ik deze nieuwe moet warm maken. Deze twee ratjes zijn alweer wakker. Ze zijn alweer even wakker. Pepernootjes en drinken en alles hebben ze al gehad. En nou is Sammy even aan de beurt met een krekkertje. Ja. Sorry papa. Vind je lekker? Ja, dat is lekker. Lekker hè. Lekker hoppen. Ik heb ook van die maïsdingen in mijn huis hoor. Die heb ik ook gewoon hier in de kast liggen. Maar die heb ik expres nog niet gepakt. Omdat hij dit ook gewoon prima vindt. En hier zit ook granen in. Zo liet hij daar ook gelijk mee omgaan. Hè? Lekker af hè? En soms houdt hij het zelf vast. En soms doet mama. Het is zo koud dat de modder vol bevroren is. Hij is heel erg glad. Lekker hop hè, lekker bijten. Ja. We hebben gegeten, gedronken, alles wat ze moeten hebben. En nou gaat Niels de kindjes tandjes poetsen. En nu is Jordi aan de beurt. Bandje even. Thank you.
Nu zijn ze klaar. Want deze, die heeft nog geen tandjes. Jordi en Liam liggen al op bed. Sam die ligt al een beetje te slapen. Die gaat zo naar bed. En dan vinden we het mooi geweest voor vandaag, voor de vlog. En willen hem graag afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.